Geachte leden van de Raad van Hardenberg, dames en heren op de publieke tribune, vertegenwoordigers van de media en de mensen die ons via andere media thuis of waar dan ook beluisteren. Van harte welkom op de raadsvergadering van dinsdag 18 april 2017. Ik open de raadsvergadering met mededeling van de afwezigheid van de heer Bak en mevrouw Kelder. En de heer Jonkant zouden wij nog kunnen verwachten, maar is op dit moment nog niet in huis. Dan de actuele vragenronde. Heeft iemand behoefte om gebruik te maken van de actuele vragenronde? De heer Stelpstra, aan u het woord. Dank u wel, voorzitter. Ook dank voor uw flexibiliteit. Ik was niet heel erg op tijd. Maar naar aanleiding van het sportcafé een tweetal vragen. Afgelopen woensdag was dat. Overigens een inspirerende bijeenkomst. Mijn complimenten naar de organisatie. Maar er is een uiteenzetting geweest over de veranderende rol en verhouding tussen sportverenigingen en de overheid. Hierin is onder andere de kans gepresenteerd om als vereniging meer naar buiten gericht te worden. Om zo meer toekomstbestendiger te zijn en mogelijk ook de overheid te ondersteunen bij uitvoering van bepaalde taken. Het voert voor nu te ver om helemaal uit te leggen waar die presentatie over ging. Maar de lijn en de richting is voor de ChristenUnie herkenbaar. En naar onze indruk wordt deze ook in meer of mindere mate gedeeld door de aanwezige bestuursleden. Wel merkten we dat er vooral nog vragen leven om dit praktisch handvaten te geven, handen en voeten te geven. Overigens, de meeste ondersteuningsvraagstukken vanuit de sportbesturen zijn van praktische aard. We willen het college dan ook vragen om voortbedurend op deze lijn, meer naar buiten gericht, hiervoor praktische handvatten en ideeën en mogelijkheden in kaart te brengen voor de verenigingen en ze dit aan te bieden. En we zijn benieuwd of het college hiertoe bereid is om hier een vervolg aan te geven. Dan een tweede onderwerp, wat vooral tijdens de netwerkbijeenkomsten, of tenminste tijdens het netwerken naar voren kwam, is de sluitingstijd van de sportkantines. Wij ervaren hierover enige maatschappelijke onrust, zeker onbegrip. Onze fractie is hierover ook al enkele malen aangesproken. De situatie is zo dat de sportkantines een uur na de laatste wedstrijd gesloten dienen te worden. Hierop tot voorheen niet heel erg actief werd op gecontroleerd. Nu wij onlangs als gemeenteraad meer handhavingsbudget hebben toegekend, wordt hier actiever op gehandhaafd. Hierover is enig onbegrip te merken, anderzijds ook onvrede over de richtlijn van 1 uur opening na de laatste wedstrijd. Dit omdat met name uitspelende teams dan vaak niet meer in de gelegenheid zijn om in de eigen kantine de wedstrijddag of week te evalueren, CQ na te praten. En dit is toch wel een belangrijk onderdeel voor de sociale cohesie. En dat is de belangrijkste voorwaarde voor een goede sportvereniging, aldus het Mulier-instituut. Anderzijds is de ChristenUnie-fractie voorstander van alcoholmatiging en hebben we begrip voor de ervaren concurrentie van de sportkantines door onze lokale horeca. Wij willen het college vragen nog eens goed naar de effecten te kijken van ons sportkantinebeleid en de bezwaren die hierover zijn. En indien mogelijk een voorstel te doen voor verbetering van de situatie. Met zo mogelijk een breed draagvlak. Wij zouden het op prijs stellen hierover op korte termijn een reactie van het college te ontvangen, bij voorkeur voor jullie. Tot zover. Twee vragen in de actuele vragenronde door één steller gedaan. Ik kijk allereerst even naar de heer Prinsen naar aanleiding van de positie van de sportvereniging en de handvatten, zeg maar, die gegeven zouden kunnen worden, hoe de gemeente daarmee om kan gaan of omgaat. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben het met de heer Stelpstra van de ChristenUnie eens dat het inhoudelijk een hele mooie avond was. En we hebben die reactie ook van veel bezoekers teruggekregen. Als je dan zo'n avond organiseert en er komt van alles uit, wat doe je daarmee? Hè? Ik bedoel, dat moet je ook allemaal niet van tevoren willen bedenken. Eerst maar eens even de avond doorlopen. En intern is er afgesproken dat wij
die avond gaan evalueren en met name op zoek gaan naar factoren die bepalend zijn voor het slagen van de externe gerichtheid van verenigingen. Er zijn heel veel voorbeelden in de landen en daar proberen wij, en er zijn ook voorbeelden binnen onze gemeente, daar proberen wij de succesbepalende actoren en factoren uit te halen. En als we dat dan als een soort scan over de Hardenbergse verenigingen gaan leggen, dan zie je waarschijnlijk al heel snel wat kansrijke opties zijn. En dat, ja, en dat was ook een beetje de gevoelens aan het eind van de avond. Iedereen vond het, nou, sommige dingen nog wel wat ingewikkeld, hè? Iets heel groots. En als je het gaat afpellen, dan kom je tot hele mooie, en kun je tot hele mooie kleine initiatieven komen die wel heel waardevol kunnen zijn. Het zij voor de buurt, het zij voor de deelnemers aan de leden van de sportvereniging. Maar ik wil, voorzitter, wel toezeggen dat wij, nadat wij, zeg maar, die evaluatie en die scan hebben gemaakt, dat we daar dan over met de raad in discussie gaan, dan wel u meenemen in het traject wat wij denken voor dat, wat ons voor ogen staat, om zo de vereniging op de, diegene die dat wil, hè? Want het is ook nog een beetje vrijblijvend, het is niet een verplichting, maar de vereniging die dat wil en nou, wat meer maatschappelijk betrokken wil zijn in onze samenleving, om dat met u verder te bespreken en hier ook het vervolg voor te leggen. Akkoord, dank u wel. Voldoende, kijk even naar de heer Stelpstra, voor dit moment voldoende. Het tweede deel gaat over drank- en horecawet, handhaving en sportkantines. We hebben volgens mij 3 jaar geleden een nieuwe drank- en horecawetverordening aangenomen hier in de gemeente Hardenberg. Dat is in samenspraak gebeurd. We hebben ook een aantal sessies hier in de gemeenteraad gehad tussen verenigingsleven en ook de horeca en andere betrokkenen. En daar is de lijn uitgekomen zoals we die uiteindelijk ook in deze raad hebben vastgesteld. En dat betekent inderdaad dat uur na de laatste wedstrijd de kantine in ieder geval niet meer geschonken mag worden. Dat is vooral vanuit het preventiebeleid gedaan, hè, alcoholgezondheidsbeleid. Niet zozeer om de vereniging zelf nu aan banden te leggen. Integendeel zou ik willen zeggen, we hebben absoluut belang bij, zoals ook al in het sportcafé uitgebreid aan de orde is geweest, dat de vereniging een mooi en bloeiend bestaan leidt en ook waar mensen een plek is waar mensen samenkomen. Maar de drank- en horecawet is vooral vanuit het gezondheidsperspectief en ook vanuit concurrentieperspectief, zeg ik er ook bij, vanuit horeca gemaakt. We hebben 2 jaar lang, ruim 2 jaar lang, vooral ook toen is er gecontroleerd wel, maar dat is bij waarschuwing gebleven en ook vooral gekeken naar alcoholschenkingsbeleid onder jongeren. Ook bij de sportvereniging in de afgelopen periode en vanaf 1 januari van dit jaar, en dat is ook ruimschoots van tevoren aangekondigd, hebben we ook gezegd van nou, we gaan nu wel de volgende stap in die handhavingsketen doen. Dat betekent ook dat we daar, dat er ook consequenties aan verbonden zijn. Ik heb gemerkt dat men dat spannend vindt, dat dat iets is wat nieuw is, in die zin van het is nog niet eerder gebeurd. Dat is overigens onafhankelijk van beschikbaar gestelde handhavingsbudgetten. Dit lag in de lijn van de verwachtingen en ook zoals we dat eerder hebben gecommuniceerd. Maar naar aanleiding daarvan, ik heb ook een aantal sportverenigingen gesproken, hebben we wel gezegd, het is goed om om tafel te komen met elkaar, om te kijken waar de pijn nu precies zit. Nou, als het goed is, heb ik begrepen vanuit het secretariaat, zijn er inmiddels afspraken gemaakt waarin ik in ieder geval vanuit mijn portefeuille handhaving met een aantal verenigingen op tafel ga zitten, om te kijken van hoe gaat dat nu in de praktijk. Onze handhaving is niet omgericht om gelijk na een uur al de stekker eruit te trekken, maar we willen vooral ook een stuk bewustwording op gang brengen. We hebben daar al een ruime marge in genomen. Die geldt overigens ook nu nog. En ik denk dat als we kijken naar de praktijk, dat we wellicht ook wat makkelijker bij elkaar zouden kunnen komen in het vervolgtraject. Daar waar het gaat om de wensen van de vereniging en de drank- en horecawetverordening zoals we die hebben. Nou, daar gaan we de komende, in ieder geval voor juli, ik denk de komende maand in mei, gaan we om tafel zitten. En ik denk dat het goed is dat ik met u afspreek dat ik de resultaten van dat overleg, hoe we daar verder mee gaan, dat ik dat terugkoppel aan de raad. En dan kunt u kijken of u daar nog wat mee wilt of niet. Akkoord. Hartstikke goed, dank u wel. Oké, prima, dank.
geen andere vragen voor de actuele vragenronde, dan gaan wij door met agenda punt 3, het vaststellen van de agenda. Kan deze agenda uw goedkeuring wegdragen? Dat is het geval. Akkoord. Het spreekrecht bij agendapunten. Er hebben zich geen mensen gemeld om in te spreken bij een van de genoemde punten. Dan kunnen wij door naar agendapunt 5. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 4 april. Raadsleden. Er zijn geen opmerkingen binnengekomen. Ook nu ziet u geen aanleiding tot het maken van een opmerking. Dat betekent dat wij de besluitlijst van de vergadering van 4 april kunnen vaststellen. Dat brengt ons bij de bespreekstukken. En dat betekent het rapport, één bespreekstuk, het rapport van de Rekenkamercommissie doelmatig subsidiëren. Net al in de informatiesessie uitgebreid aan de orde geweest. De commissie heeft daar een verslag van gedaan, een toelichting gegeven. Ik geef hem graag ter bespreking in uw midden. En ik kijk allereerst naar de raad zelf. Is er iemand die behoefte heeft om hier het woord over te voeren? Mevrouw Hof en mevrouw Luiten. Mevrouw Hof, aan u het woord. Voorzitter, dank u wel. De presentatie en het stuk dat er ook onder ligt, even ook naar de onderzoekers, was duidelijk en dank daarvoor. Ik heb eigenlijk alleen maar een kleine vraag. De ChristenUnie zou graag in de brief schrijft het college dat er een herijking in de pijplijn zit van het subsidiebeleid. Dat is mooi en we waren even benieuwd wanneer het college terugkoppeling daarover zou kunnen geven aan de raad over de voortgang van die herijking. En dan zou het ook best fijn zijn als we even horen wat de plek is die de aanbeveling daarin hebben gekregen. En dat is even in aanvulling op de opmerking van meneer Gelling van zojuist. Dat was het, dank u wel. Akkoord, dank u wel. Mevrouw Luiten. Mijn vraag, een deel is al door mevrouw Hof gesteld. Een ander deel is, als het college bezig gaat met herijking, dan zou ik ook wel prettig vinden om wat meer kwantitatieve gegevens te zien over bijvoorbeeld op het terrein van afgewezen en gehonoreerde aanvragen en het eventuele verschil in oordeel over de gemeente. Dat... Akkoord, dank u wel. U heeft inderdaad het rapport gehad. Ook de reactie van het college zat erbij. Toch nog een paar vragen in aanvulling op de reactie die door het college is gegeven. Kijk even naar de wethouder die daarover het woord gaat voeren, de heer De Vent. Dank u wel. Ik hoor zojuist de duurste wethouder. Dus, we hebben alle drie te maken met portefeuillehouders met dit vraagstuk. En ik heb ook gezegd, van, ja, vanuit de, als je kijkt naar de omvang van de subsidie, dat ligt in de reden dat ik als portefeuillehouder de beantwoording zal doen. Dank allereerst namens het college ook nogmaals aan de Rekenkamercommissie voor de quickscan. Want het is wel een kunst om in een quickscan heel helder te zijn wat het vraagstuk is, wat het onderzoeksvraagstuk is. Maar met name is het ook dan van belang om te duiden de aanbevelingen en adviezen waar we ook echt iets mee kunnen doen. En we hebben ook gezegd, dat heeft u ook onze schriftelijke reactie kunnen lezen, dat wij de aanbevelingen ook overnemen. Dat is ook nadrukkelijk gesteld. Mooi om ook te zien dat we, dat willen we toch benadrukken, dat we juist in het contact met de partijen die wij subsidiëren een hele goede relatie onderhouden. Er wordt over informeel gesproken en natuurlijk ook formeel, laat het ook helder zijn, waar we richten onze gesprekken vooral op de inhoud. En wat misschien wat minder zwaar op de regels aan de voorkant. En op die inhoud kun je elkaar vinden en daar spreekt ook het vertrouwen naar elkaar toe uit volgens mij. Laat onverlet dat wij ook vinden dat we wel de vinger aan de pols moeten houden. Want zolang een relatie goed gaat, is er niks aan de hand. Maar stel dat het ergens een keer spaak gaat of dat je meningsverschil hebt met elkaar, dan moet je ook de regels kunnen interpreteren en elkaar ook kunnen verwijzen juist naar de afspraken die je met elkaar hebt gemaakt. Dus daarom hebben we ook gezegd, willen als het gaat om toezicht, het toezicht daarop, nadrukkelijk ook kijken hoe we dat kunnen verbeteren. Dus nogmaals dank daarvoor. Ik denk een korte reactie op de vragen die gesteld zijn, mevrouw Hof. Ja, we hebben ook nadrukkelijk gezegd, we gaan ons subsidiebeleid ook herijken. Dat doen we ook met name
omdat we nu midden ook in het traject belanden of zitten eigenlijk van het sociaal ondernemen. Dus misschien krijgen we ook te maken met andere vormen van subsidiëring of contractering. Als we kijken naar de initiatieven die uit de samenleving komen. En dat we dat ook nog eens goed tegen het licht gaan houden. Welke vormen zijn daar mogelijk in? Er zijn een aantal genoemd al door de Rekenkamercommissie, maar misschien zijn er nog wel meer vormen die beter passen bij deze tijd. Wanneer doen we dat dan? Nou, we hebben ook gezegd, dat gaan we dit jaar doen. Dus in de aanloop zeg maar naar 2018, dus voor 2018, om helder te zijn, willen we dat subsidiebeleid gaan herijken. En dan zal het dus ook in de nieuwe verordeningen een plek gaan krijgen. Dus dat is mijn reactie op uw vraag. En ik denk, als het gaat mevrouw Luiten, Partij van Arbeid, kunt u dan ook kwantitatieve gegevens daarin opnemen? Dat kan. Maar het vraagstuk staat nu veel meer volgens mij ook op het proces. Van wat spreek je met elkaar af en hoe volg je dat? En verantwoording. Maar het is natuurlijk best mogelijk om te zeggen, nou, laten we dan ook eens kijken of het proces wat we inzetten ook leidt bijvoorbeeld tot veel afwijzingen. Want dat zegt ook wel iets over de kwaliteit misschien van ons werk. Dus ik denk dat het goed is, voorzitter, dat we die opmerking meenemen bij uiteindelijk de afspraak die ik net met u heb gemaakt naar het eind van het jaar toe. Dat was het. Akkoord, dank u wel. Voorzitter, mag ik de portefeuillehouder een vraag over stellen of zijn beantwoording? Ja. De heer Dogger. Dank u wel, voorzitter. Ik hoor de portefeuillehouder spreken van vertrouwen. En ik denk dat het heel goed is in een subsidierelatie. En dat schuurt toch een beetje, laat ik het zo maar zeggen, denk ik ook met de conclusies van die in het rapport staan, dat dus toch wat meer afspraken gemaakt zouden moeten worden, wat duidelijker vastgelegd moet worden. Neemt hiermee de portefeuillehouder enigszins afstand van die conclusies van het rapport? Dat is eigenlijk mijn vraag. Nee, dan heeft u mij, voorzitter, dan heeft de deel van mij verkeerd begrepen, denk ik juist niet. Ik heb ook nadrukkelijk in het begin gezegd, je vindt elkaar op de inhoud. Hè? Wat spreken we nu af? Welk doel streef je naar? En dat moet je met elkaar ook goed borgen en vastleggen. Tegelijkertijd, en dat nemen we zeker over die aanbeveling van de Rekenkamercommissie, is het ook belangrijk dat je de spelregels goed met elkaar blijft volgen. Dus dat je ook het toezicht daarop en de voorwaarden die je naar elkaar voorlegt ook goed bewaakt. Dus ik denk dat het en is en niet of. Akkoord. Anderen nog? Dat is niet het geval. Daarmee ligt het rapport van de Rekenkamercommissie doelmatig subsidiëren voor ter besluitvorming. En eigenlijk ook het vervolg, zeg maar, hoe gaat het vervolg in zijn werk? Nou, heeft het college nog een nadere toelichting opgegeven. Dus mijn vraag aan u is, kunt u instemmen met het vervolgtraject rondom het rapport en de uitkomsten daarvan van de Rekenkamercommissie? Is dat akkoord? Gehele raad hier aanwezig, akkoord, alle fracties stemmen in met het afdoeningsvoorstel. En ook nogmaals vanuit de zijde van de voorzitter, dank voor het werk van de Rekenkamercommissie en de mensen die daar een bijdrage aan hebben geleverd. Komen wij bij de hamerstukken van vanavond. Allereerst agenda punt 7. Geactualiseerd inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Hardenberg. Hamerstuk, is er behoefte aan een stemverklaring? Stemverklaring, de heer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie kan instemmen met het voorliggende voorstel. Maar wij kijken erg uit naar de uitwerking van de SROI's. Dank u wel. Akkoord, breng ik het voorstel in stemming. Naast de fractie van de ChristenUnie kunnen de andere fracties ook instemmen met het voorstel zoals het voorligt. Akkoord. Akkoord. Aldus besloten. Agenda punt 8. De compensatieregeling OZB. Behoefte aan een stemverklaring. Dat is niet het geval. U kunt instemmen met het voorstel zoals het voorligt. Dat is het geval. Aanwezige fracties hier aanwezig stemmen in met aannemen van dit voorstel. Agenda punt 9. De lijst ingekomen stukken raadsvergadering 18 april 2017. Instemmen met de wijze van afdoening. Akkoord. Agenda punt 10. De rondvraag. Is er behoefte om gebruik te maken van de rondvraag? Dat is niet het geval. Komen wij bij agenda punt 11, de sluiting van deze raadsvergadering van dinsdag 18 april. Ik sluit de vergadering onder dankzegging en om 8 uur gaan wij verder met de oriënterende ronde. Dank.